يوم رحنا الناس كان في الأراضي وما في حدا يقدر ينقذها. Gevluchte kinderen vertellen ons de meest verschrikkelijke verhalen over de oorlog in hun land. Helaas eindigt het drama niet als ze in Europa zijn aangekomen. Ze vertellen ons over de doodsangsten die ze hebben uitgestaan tijdens hun tocht over zee. Over de pijn in hun voeten door de oneindig lange tocht. En over de heimwee naar hun huis, naar hun kamer, naar hun vriendjes en hun vertrouwde leventje. Het gaat ons door merg en been. Kinderen slapen in de open lucht of in overvolle opvangcentra. En we vinden kinderen in elkaar gedoken met hun armpjes om hun lijf geslagen, waar de angst van het gezicht af is te lezen. We kunnen hun pijn en verdriet natuurlijk niet wegnemen, maar de teams van Save the Children geven de kinderen eten, drinken, droge kleren en bovenal een troostende arm om zich heen. Gelukkig zijn er veel mensen in Nederland die net als wij vinden dat een kind beschermd moet worden. Doe ook mee en help ons om het leven van een gevlucht kind weer draaglijk te maken.